Je merkt echt gewoon dat je gewoon vrienden hier maakt. Er zitten nu ook al een paar jaar bij, dus uiteindelijk ken je iedereen gewoon heel goed. Bijvoorbeeld ook mensen die ik spreek via mijn werk of zo, die zeggen van... Ja, carnaval, oh, dat is een dom zuipfeest, alleen maar bier drinken. Oh, je bouwt een wagen, dus je loopt elke avond in die schuur bier te zuipen. Ja, dat is helemaal niet zo, want het is veel meer. Het is de omgekeerde wereld, dat is natuurlijk ook waar carnaval voor staat. Je moet het spel wel goed spelen, want je moet het wel mooi doen, want dat houdt het ook waardevol. Beste inwoners van Losser, wij zijn zeer froh dat wij uitgenodigd zijn door die door de carnaval. Jan Riesewijk, carnavalist in hart en nieren. Vanavond treedt hij op met een Oostenrijkse act in zijn woonplaats Losser. Losser is Klein Schweinstein en Oldenzaal Grote Schweinstein. Sinds ik kind ben, vind ik het carnaval in Losser, in Twente, al heel erg mooi. De wagens, de optochten, maar ook de hoogheden, de prinsen. Ik vond het altijd geweldig. En die liefde voor carnaval is altijd gebleven, is nooit meer weggegaan. Je kunt creatief zijn, je kunt organisatorisch kun je de eidering kwijt. Maar het is toch wel handig dat je ook wel een beetje bourgondisch aangelegd bent. Dat je wel ook wel van het feest aan zich houdt. Ik ben prins van Losser geweest. Dat is een ontzettend grote eer wanneer je daarvoor gevraagd wordt. Ik ben nu al heel eerlijk, daar heb ik ook nog geen geheim van gemaakt dat ik wel de ambitie had om dat graag te willen doen. Dan kom je op en ik kwam uit een groot paard van Troje. Daar kwam ik bovenuit, midden in de feesttent. En dat is een heel fijn gevoel als je daarna staat. Er is op het moment nog maar één place to be. Dat is niet Hollywood, dat is niet Hilversum. Dat is Beuning aan de Dinkel. Het is echt een hoogtepunt in je leven. Dat klinkt misschien wat zoetsappig. Maar ik denk dat de carnavalisten, en zeker diegenen die prins geweest zijn, die dat wel begrijpen, dat gevoel. Ja, het is gewoon een spel wat je speelt, hè, want het is natuurlijk één groot spel. Hè, het is de omgekeerde wereld. Dat is natuurlijk ook waar carnaval voor staat, hè, voor de omkering. Dus het volk aan de macht. Maar ik vind wel, je moet het spel wel goed spelen. Want je moet het wel mooi doen, want dat houdt het ook waardevol. Carnaval is een belangrijk deel van mijn leven, maar ook van mijn vrouw en van de kinderen. Dus eigenlijk wel als gezin. Als ik thuis ben, dan vooral in die periode, in die weken vooraf, dan is het alleen maar carnaval met voorbereiden, met dingen maken, met regelen, met oefenen. Goedenavond, hallo. Als buurtredener treedt Jan op in heel Twente. Vanavond doet hij, hier bij het Cadeauster Gala in Oldenzaal, een van zijn favoriete personages. Zijn eminentie Johannes Plegelmus, kardinaal Skuttelkamp. Ja. Twents, hè, Skuttelkamp. Is gewoon een achternaam. Dat is een mooie rol en ik vind religie ook interessant en mooi. Dus ik vind het altijd leuk om dat te doen. Kijk, en dat is weer het voordeel van ons katholieken, hè, dat we ook humor hebben in het geloof, maar ook zoiets kunnen doen. Het is een happening hier. Mensen gaan met z'n allen gaan ze shoppen om jurken te passen. Het lijkt wel alsof het hele dorp naar één grote bruiloft toe werkt. Dat is echt heel apart. De voorbereiding vind ik al leuk. Zwaar van mij, die doet een pak aan voor vanavond. Die heeft nooit van zijn leven een pak aan gehad. Nou, dat is toch fantastisch. Als je dat stukken dingen voor elkaar krijgt. Nou, een verhuurbedrijf geweest, allemaal pakken aanpassen. En nou, daar begon de hele voorbereiding al. Wilco is echt een gigantisch handige man. En hij houdt van het creatieve, hij houdt van het toch in één keer zo'n kop bijvoorbeeld kunnen maken. Wij mogen overal bij zijn en zelfs een geheimzinnige fotoshoot met de nieuwe prins mochten we bij zijn en wat wel heel bijzonder is. Heel veel mensen die niks met carnaval hebben, dus bijvoorbeeld ook mensen die ik spreek via mijn werk of zo, die zeggen van ja, carnaval, oh, dat is een dom zuipfeest, alleen maar bier drinken. Oh, je bouwt een wagen, dus je loopt elke avond in die schuur bier te zuipen. Ja, dat is helemaal niet zo. Want het is veel meer. Je bent met z'n allen samen aan het bouwen. En ja, jong en oud ook bij ons. Bij ons zijn de jongsten die echt aan het meebouwen zijn, die zijn een jaartje of 10. En je leert ook gewoon heel veel tijdens het bouwen. En ja, je bouwt ook echt een goede vriendschap op. Ik kom niet wel.
Niet normaal, niet normaal. Ja, ik moet zeggen dat ik daar ook helemaal van, ik had kippenvel en je bent er zo bij en dat vind ik zo geweldig. En op een gegeven moment, en zijn vader en iedereen is daar ook bij en iedereen gunt hem dat ook zo en oprecht gunnen. Ja, dat is heel belangrijk. Ze zeggen altijd nabeschap, maar dat zie ik ook echt zo. Ik vind dat heel belangrijk, ook voor de jeugd. Dus kijk, voor mij, ik kom naar de schuur, ik zie er 7 of 8 van die jongens van 10 tot 13, 14 jaar met elkaar plezier en plakken, die wagen plakken. Ja, ik vind het fantastisch. Ja, ik mag graag carnaval vieren. Ja, vind ik wel mooi. Mooi feest van het jaar. Ja, de gezelligheid met z'n allen, dat is mooi. Dat is echt zo. Je merkt echt gewoon dat je gewoon vrienden hier maakt. Er zitten nu ook al een paar jaar bij, dus uiteindelijk ken je iedereen gewoon heel goed. En eerst ga je alleen met de carnaval met elkaar op, maar uiteindelijk ga je gewoon met elkaar uit. Dus het is gewoon heel gezellig. Ik vind het bouwen het leukste van de hele carnaval, ja. Ja. Vooral als je kijkt waar je mee begint. De jongens beginnen eerst met zo'n wagen een beetje lassen vanaf een tekening. En als je kijkt hoe die muziekwagen er nu uitziet, die is echt gaaf. Ze plakken in 2 lagen voor de stevigheid. Die wagen trilt nogal, dus er kunnen snel scheuren in ontstaan. Het leeft heel erg onder de jongeren, ja. Maar dat is wel de kracht hoe het hier in Heino gaat. Je begint met je eigen vriendengroepje, met een skelter en een paar goaltjes en een voetbal. En dan hebben ze een elftal. En uiteindelijk groeit dat tot kastelen van wagens die door de straten rijden. Dat is heel bijzonder. We hebben laatst met Lisa gezeten ook om de tekening in te kleuren. En dat merk je nu ook echt, nu zij erbij zit, die kennis die zij heeft, wat wij zeg maar nog niet hebben. Dat kun je heel goed gebruiken in deze wagen. Wij hebben dit jaar het thema dus onder water en wij gaan als zeemerminnen. Dus we hebben 1 groep met roze zeemerminnen en 1 groep met blauwe zeemerminnen. En zo dansen we in een groep van 53 meiden achter de wagen. Ik vind de dans wel goed. Ik heb het wel een tijd gedaan. Maar het is, ik vind de bouwen leuker. Sluit, knie omhoog, over en terug. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je moet het wel een paar keer doen. Ja, dus die laatste is echt oefenen. Het complete totaalplaatje is belangrijk. Ja, zonder een dansgroep hebben we geen carnavalsoptocht. En zonder wagen hebben we geen verhaal. Samen iets maken, dat is gewoon heel bijzonder. Gewoon gebruik maken van andermans talenten. Ja, ze vragen altijd, lopen jullie op planning? Ja, we hebben geen planning, dan kunnen we er ook niet naast lopen. Dit is de muziekwagen, die is nu bijna helemaal in het wit. En dan hopelijk dat hij deze week af is. En dat we hem dan aan de kant doen en dat we dan daarna lekker kunnen gaan verven met z'n allen. Dat is wel de bedoeling in ieder geval. Ik durf te zeggen dat ik op sociaal vlak en op technische vaardigheden meer geleerd heb bij de carnaval als dat ik ooit op een school had kunnen leren. Je moet zoveel samenwerken en samen tot een bepaald doel gaan. Dat kan geen mensje op school leren. Dat is heel bijzonder.